la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor en una mesa colocada en la vereda se juntaron los amigos a discutir la situación. Ik heb wel heel veel verschillende stijlen. En ik let wel op, zeg maar, wat er de modetrend is. En ik pik daar de dingen uit waarvan ik denk dat die voor mij geschikt zijn. En ja, zomer is toch wat vaak de lekkere frivole jurkjes die lekker los om je heen fladderen. Maar ja, ik kan net zo goed ook in een mooie avondjurk of in een strak mantelpakje lopen. Dus net een beetje de plek waar ik naartoe moet. Ik vond het geweldig, elke keer weer. Ik moet zeggen, het is elke keer top en deze keer... Denk ik weer, nou ja, het kan niet beter. En toch elke keer doet ze het. Dus weer hele onverwachte combinaties. En echt wat je nu in de Vogue en de Harper's Bazaar leest. Dat laat zij gewoon hier op de catwalk zien. En voor jezelf en voor de kleine ook behoorlijk aan het shoppen altijd? Ja, om de zoveel tijd ga je wat dingetjes halen natuurlijk. Die kleine die groeit hartstikke hard. Dus dan moet je sowieso wat wisselen. Maar ik moet zeggen dat ik Damian wel vrij klassiek kleed. Omdat ik dat voor een jongetje gewoon heel leuk vind. Ja. En Rafael, bemoei je daarmee met zijn kleding zelf, mag hij het lekker zelf weten? Nou, hij mag het tot op zekere hoogte lekker zelf weten. En daarna kom ik erbij kijken, ja. Maar hij kan het goed zelf ook hoor, moet ik zeggen. Ja, ja, ik vind Dani sowieso een hele leuke stijl hebben. En dat was vanavond ook heel goed te zien. Dat ze toch een beetje dat hippie chic en draagbaar. Ja, leuk, vrolijk. Zat er iets tussen waarvan je dacht, dat moet ik echt in mijn kast hebben hangen? Ja, nou, ik heb wel een aantal dingetjes gezien waarvan ik denk, nou, helemaal leuk. Je zit nu natuurlijk in Amerika. Hoe is daar het modebeeld? Heel anders dan bij ons? Ja, eigenlijk wel. Heel anders. Heel erg babydoll. Maar ja, iedereen is daar heel skinny. Vooral in LA. Ja. Dus ja, dan staat het ook heel leuk. Ik vond het spectaculair. Het was anders dan anders. En dat vond ik juist wel heel erg leuk. Dit heb je natuurlijk nog nooit gezien. We vroegen ons ook heel erg af hoe je 60 modellen op die 30 vierkante meter, ja. Niet eens 30 vierkante meter, daar krijgt. En zij stond natuurlijk in de eentje in het midden met haar drie assistenten. De mensen in Beverly Hills lopen overdag met een afgetrapte spijkerbroek, een paar slippertjes en een t-shirt. En Amerika is ook geen Parijs of Milaan. 9 van de 10 keer als je mij tegenkomt is het gewoon een oude joggingbroek met een t-shirt. En nog hier en daar een stukje chocola of koek van mijn kinderen. En Reinhard, moet je daar mee met zijn kleding of moet hij het helemaal zelf bepalen? Bij Reinhard is het niet zo heel moeilijk, want die heeft ja, eigenlijk één stijl. Dat is gewoon een spijkerbroek met een shirt en een V-hals trui. Nou Nicolette, de show van Dani Bles net gezien, hoe vond je het? Ik vond het heel gaaf. Ik vond het ook, doordat er zoveel modellen waren, was het zo verrassend iedere keer wie er weer opkwam en wat ze aan hadden en alle combi's. Ik vond het echt heel leuk, ja. Zat er iets bij waarvan je dacht, dat moet ik echt hebben deze zomer? Nou, er zaten heel veel dingen tussen die ik heel gaaf vond, maar ook heel veel dingen dat ik dacht, ja, durf ik dat wel aan te trekken? Zoals? Wat was, ja, bepaalde, ja, ik noem het maar even gewaden, bepaalde jurken met lagen over elkaar. Het ziet er heel gaaf uit, maar ik zou dat dan zelf toch maar niet durven aan te trekken. Ben je sowieso iemand die eerst even het modebeeld moet bekijken en dan... Nee, ik doe gewoon wat ik zelf leuk vind. Maar wat is dan volgens jou het item wat de vrouw van Nederland in de kast moet hebben hangen deze zomer? Nou... Als ze getrouwd is, een bruidsjurk, maar daar gaat gewoon over, nee. En daarnaast ja, veel kleur en een 70s jeans en als je slank bent en het kan hebben. Anders een skinny jeans nog steeds. En, nee, maar veel kleur, lekker hippie, lekker gek, lekker mixen, matchen. Skinny jeans mag nog, we hoeven nog niet allemaal weer met wijde pijpen te gaan lopen. Nee, zeker niet. Skinny jeans blijft gewoon lekker. En we hadden voor het eerst een bruidsronde. Ja. De bruidsjurken, daar heb jij voor gezorgd. Waar moet een ultieme bruidsjurk aan voldoen? Ja, dat is iedereen voor zich. Kijk, iedereen heeft zijn eigen droom qua bruidsjurk. Ja, daar moeten we ons aan houden. Wie ik heel leuk vind om te kleden, als ik dan één iemand mag noemen, dan is het mijn moeder. En als ik dan meerdere mensen mag noemen, dan zijn het toch wel ja, de dames die ook achter me staan. Sylvie, Leontine, Estelle, Daniela. Behoren tot mijn favorieten. En maar zo zijn er ook weer heel veel nieuwe mensen. Ja, het is moeilijk, vind ik altijd te zeggen. Nou, we hadden net al even over wat je dus in je kast moet hebben hangen deze zomer. Wat moet er absoluut uit? Alles moet eruit wat iemand te klein is of wat iemand niet staat. Dus koop een spiegel en pas je hele garderobe door.